Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat het noorden en oosten van het land vanochtend de meeste bewolking heeft. In de noordelijke helft van het land vallen ook een aantal sneeuwbuien. Die sneeuwbuien worden geleidelijk aan wel minder talrijk. Vanmiddag valt in het noordoosten nog hooguit een enkel exemplaar. In de rest van het land is het overwegend droog en zijn er zonnige perioden. De middagtemperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noorden en oosten tot 6 graden in het zuidwesten van het land. Er staat niet al te veel wind. Vanavond zijn de brede opklaringen en geleidelijk daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt, en in het noorden en oosten mogelijk al iets daaronder. Morgen hebben we zonnige periode, blijft het overwegend droog, maar trekt er wel een oostenwind aan, die wordt matig en zeekrachtig, windkracht 4 tot 6. Daarbij wordt het nog steeds wel 2 tot 5 graden. Dat gaat op zaterdag niet meer lukken. De middagtemperatuur ligt dan net boven het vriespunt. En met een schrale, stevige oostwind voelt het buitengewoon koud aan. In het zuiden is kans op wat sneeuw, het noorden schijnt misschien even de zon. Zondag en maandag komt er geregeld zon en gaat de middagtemperatuur geleidelijk weer wat omhoog. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.